alle luisteraars, ouders, oud-leiding en sympathisanten van Giro Sint Filippus. Schenk een thermos koffie, trek je gymilaarzen aan, zoek een warme trui en haal een stevige regenjas uit de kast. Ga op zoek naar een zaklamp en blijf daar nu niet staan, want een keiharde dropping komt eraan. Op zaterdag 27 februari, jawel, zaterdag 27 februari, organiseren enkele oud-leiders een stevige nachtdropping. We komen samen om 7 uur s'avonds, dus 19 uur, stipt aan het jongensgierlokaal in de Amerlo-laan. Vandaar rijden we met eigen vervoer naar... Dat is nog even geheim. Vervolgens worden na een duidelijke briefing de groepen van 4 tot maximum 10 personen gedropt. Je kan kiezen tussen 3 afstanden, 5 kilometer gewaagd, 10 kilometer dubbel gewaagd, 15 kilometer super gewaagd. Inschrijven kan bij Jan de Preter, Quinte Matsijstraat 43 en Peter Bens, Rode Borgstraat 74. Deelnameprijs €150. Zie dat je erbij bent. We hebben hier iemand aan de lijn. Hallo? Met kapitein Amigo? Hallo? Kapitein Amigo? Hallo? Hallo? Is daar iemand aan de lijn? Hallo? Ja? Ja? Kapitein Amigo? Goedendag. Goedendag. We hebben een probleem. Een probleem? We hebben hier een cadeau gekregen. Ja. En er staat een glas op met onbreekbaar. Onbreekbaar? Allee, ontbreek B. Ja, ja, onbreekbaar. Een onbreekbaar glas. En waar? We weten niet wat dat wil betekenen. Je weet niet wat dat wil betekenen? Allee, met welk persoon dat in verband zou kunnen zijn. Zou dat kunnen te maken hebben met een butler? Welk? Met een butler. Ik verstond het niet zeker. Butler! Butler! Persoon! Persoon, butler. Ik denk dat hij op zoek moet gaan naar iemand met een Engelse naam. Met een jongensnaam? Met een Engelse naam. Ah. Zoals James bijvoorbeeld. Zoals wat? James. 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 Ja. James. Ah ja. Lot niks vallen, glazen of zo? Welk? James lot niks glazen vallen of zo? James lot niks vallen. Ja, ja. En dan gaan we wel vinden waar je naartoe moet. Ja. Oké? Okay? Oké. Okay. Veel succes, ja. Goede vaart, ja. En tot wel. Oké. Okay. Dag. Elevator. Up and down. Elevator. Motivating rhythm of life.
rhythm of life with a healing rhythmic synergy.
Argentijn amigo. Dan volgt er nu een kleine tip over het uiterlijk van de dief. Kwestie van toch even op het juiste pad te komen. Nu niet bepaald over uiterlijke, maar er zijn toch al enkele aanwijzingen binnengekomen. Ik heb hier een briefje met tip dief op. En er staat hierop. Luister allemaal goed. Wat zo heeft Kitsal, zie jij ergens mijn bril liggen? Mijn bril, ah hier, oké. Ah, ik zie hier goed. Hier staat een drie dinges op dit briefje. Hier staat een kruis op. En dan staat er isteken. En er staat bij sjaal. Wat zou dat willen betekenen? Kruis is sjaal. Ik denk dat een kruis sjaal wil zeggen. Daaronder staat er een, hoe zou ik het zeggen, een platte S, Kitsal. Platte S, S. Platte S en is gelijk aan zwart gekruld. Dus een platte S is gelijk aan zwart gekruld. En daaronder staat een tekening van een broek is... Broek? Nee, niet Kitsal. Broek, hè. Broek, Kitsal. Een broek is gelijk aan broek. Dus dat is de eerste tip die hier is binnengekomen. En dan hebben we nog een tip die binnengekomen is. Kitsal, wat is dit hier, Kitsal? Vis, Kitsal. Het is hier precies... Ja, ik wil zeggen wat zoiets in beschaafde taal. Zo'n hoopje uitwerpselen zou... Uitwerpselen is niet vies. Kitsal, uitwerpselen is niet vies. En daarnaast staat een getekende regenjas. Ik denk dat die uitwerpselen iets hebben te maken met de regenjas. Dus, ik heb hier twee tips. Meer... ...kan de rest van de groepjes sneller de dief vinden. Tot zover deze tip. Hey, 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 hey
إن معا عسر يسرا إن معا العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد لمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري ولهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس عزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا يدل علي آياته ويزكيهم
hallo. Hier is kapitein Amigo. Vanaf nu mag je 2 tips vragen aan de inwoners van Cheston. Vanaf nu mag je dus 2 tips vragen aan de inwoners van Cheston. 1 over de opbrengst of de dief. En de dief natuurlijk. En de rode groep heeft prachtig werk geleverd. Er zijn 2 interessante tips over de dief binnengekomen. Ik zal ze trachten te beschrijven. De eerste tip over de dief bestaat uit 2 delen. Het eerste deel, daar staat een schoen getekend met daarvoor een B. Kitsal, wat zal die B willen zeggen? Kitsal. Een schoen met een beer voor, wat zou dat kunnen betekenen? Ba ba ba. Iets met de kleur of zo? Bruin. Ba. Bruine schoen. Ik denk dat bruine schoen wilt zeggen. En dan. Bruine schoen. Ja, het is goed. Kitsal, we weten het al. En dan is er nog een tweede tip over de dief. En daar staat een broek opgetekend met daarvoor een stuk slurf van de olifant. Met 2 slagtanden. Wat zou dat kunnen betekenen? Een olifant, maar waar komt die uit? Safari, kitsal, safari. En een safari broek, een kleur heeft die. Nee, kitsal, een beetje deftig, hè? Ja, het is juist. Kaki. Kaki, ja. Kaki. Dus de rode ploeg heeft dus weer fantastisch werk geleverd. En momenteel weten we al ongeveer dat de dief waarschijnlijk bruine schoenen draagt. En een broek die waarschijnlijk kaki kleurig is. Dat waren tips en vanaf nu kun je dus ook 2 tips per inwoner van Cheston vragen. Dit was kapitein Amigo. Thank you.
Oh.
En dan volgt nu een heugelijke mededeling. We wensen oud-leidster Ines Kelderman en oud-leider Michel Vissers van harte proficiat met de geboorte van hun tweede kindje. Bobke. Hey! Zonne gooien hebben we nog niet gehad. Bobje Vissers zag namelijk gisteren voor het eerst het daglicht. Veel geluk Ines en Michel en dat we binnen 6 jaar een flinke opvolger mogen hebben voor leider Bob Evens. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello. Kapitein Amigo? Fidel Castro heeft zijn tent gezet in de gemeenschapstuin voor de Raad der Wijzen. Ah ja. Wij veronderstellen dat dat het Marktplein is. Dat is niet het Marktplein. De gemeenschapstuin? Gemeenschap, als je in gemeenschap bent, dan zet je... Tezamen. En een tuin... Zamen Hofland. Dat wordt in het Vlaams inderdaad ook Hof genoemd. Ah zo. Bedankt Amigo. Dag en nog veel succes. En welke groep, officier met welke groep heb ik te maken? Met de rode groep. Ah, de rode groep? Ja. En heeft u al eventuele aanwijzingen betreffende de dief en de opbrengst? Ja, een paar. Ik zal eens kijken. Is er enig idee wie het zou kunnen zijn? Nee. Nee? Nee. Ook niet waar de opbrengst verstopt is? Ook niet eigenlijk. Ook niet eigenlijk. Oké. Eigenlijk nog niet over nagedacht. Denk er eens goed over na, want het wordt dringend tijd dat de dief uit de bus gaat komen en dat de opbrengst gevonden wordt, want er staat nog heel wat meer op het programma en de boot die is naar
Ja, we zijn zonder diesel gevallen. We moeten nog op tijd gereden geraken. En familie Romero wordt al heel ongerust. Die hebben juist naar mij gebeld. En tot stil aan tijd dat we toch iets gaan vinden. Want... Dus we moeten rapper voortwerken? Ja, eigenlijk wel. Oké, kom in orde. Dag. Tot ziens, ja. Zo dat, ik heb het er juist al verteld, de familie Romero naar mij gebeld heeft en dat ze wel zeer ongerust worden. Het wordt dus hoog tijd dat iedereen de koppen bij elkaar steekt om uit te zoeken wie de dief wat kan zijn. Ik heb daar net vernomen dat de groene ploeg op een duidelijk spoor is. Dus steek allemaal je koppen bij elkaar en tracht samen de dief en ook de opbrengstplaats te vinden. Want er staat nog heel wat meer op het programma. Dus... ga ervoor en werk zoveel mogelijk samen, dan kunnen we wellicht weldra de opbrengst bovenhalen. Nog veel succes en tot wederhoren! Kapitein zelf. Hallo, officier, of met wie heb ik te maken? Hallo. Hallo. Hallo, ja, met wie heb ik te maken? Hallo. Hallo. Ja. Wie is dat? Dat Bobke Vissers dat in pas over 18 jaar in plaats van over 6 jaar een vervanger van mij is. Dank u wel. Oké, dank u wel, kapitein Bob. Hallo, u spreekt met kapitein Amigo. Ja, dag kapitein Amigo. U spreekt u nogmaals met de roze ploeg. Ah, de roze ploeg. De lichtroze ploeg. De lichtroze ploeg. Luister even, wij hebben hier als cadeau gekregen een windroos waarop vermeld staat even Apeldoorn bellen en dan zo merk met een R. Merk? Wacht, is de verbinding verbroken of zo? Oké, wij gaan even verder met de tip. Wij gaan geen muziek verder draaien. Wij hebben dus de vraag duidelijk gehoord. Ja, stuurman, merk, ik denk, zou ze het papiertje wel goed hebben gelezen? Het was een kompas en van het merk, Ator. Van het merk, Ator. Dus het merk, Ator. Merk, Ator, ja. Nou, heel bekend in scheepskontrijen, dus... ik neem aan dat Mercator ook wel bekend staat onder de... Overigens, de levensverzekering die wij hebben afgesloten was ook van het merk. Mercator. Dus, ga op zoek naar het Mercator, levensverzekeringen. En, wij wensen je nog veel succes. Some people call me the space cowboy.